In januari 2024 gaf Krishna Taneja, directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, aan dat de brandweerzorg in de regio piept en kraakt. Het is zelfs zo hevig dat meer dan de helft van de korpsen problemen ondervindt om overdag uit te kunnen rukken. De brandweer in Schagenbrug heeft nog geen last van het probleem, maar ze zijn wel op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We spraken op de wekelijkse oefenavond van brandweerkorps Schagenbrug af met postcommandant André de Groot. Tot nu toe hebben we hem altijd nog kunnen garanderen, de uitdruk overdag. Het is wel eens spannend, want we mogen met 4 man rijden in principe. Maar het liefst rijden we met 6 man de deur uit. En dat is wel eens spannend, omdat mensen buiten het dorp werken. De brandweer Schagenbrug telt momenteel 17 leden. Maar daar maakt de Groot zich voorlopig nog geen zorgen om. Toch vindt hij dat er leden bij moeten. Ja, ik word ouder. Er zijn een aantal meer mensen die worden ouder. En je gaat niet eeuwig mee. En we willen gewoon graag weer jonge mensen bij hebben. Die ons komen versterken, ons team. En het liefst die op het dorp wonen of werken. Huisvrouwen, huismannen ook. Heb je ook tegenwoordig. Dat ik erbij kwam, toen zaten we met 28 man hier. In de loop der jaren zijn er meer afgegaan dan dat er eigenlijk bij zijn gekomen. We hebben wel steeds constant verjonging gehad. Maar ja, momenteel, in de huidige tijd, is iedereen heel erg druk. Een heleboel hobby's. En is het wel moeizamer om mensen te komen. Wat doen jullie allemaal als vrijwillige brandweer zijnde? Het woord zegt het al, brandweer. Brand bestrijden. Maar ook verkeersongevallen, beknellingen. Helpen oplossen. Assistentie, ambulance bij afhijzingen. En auto's te water gaan we ook op af. Mensen er proberen uit te krijgen. En dat gaat dan samen met duikers en hulpverleningsvoertuig van Schagen komt dan ook. Ja, stormschade. U roept, wij komen en we kijken of we kunnen helpen. De Groot zit zelf al 19 jaar bij de brandweer. Ik ben er op latere leeftijd bijgekomen. Ik ben er eigenlijk veel te laat bijgegaan achteraf. Ik vind het heel leuk. Nog steeds heel dankbaar werk. En ik zou nog graag heel lang doorgaan, maar ja, ik word ook een dag ouder. Het is zolang ik door de keuring kom, blijf ik het doen. En om te zorgen dat iedereen door de keuring komt, oefent de brandweer elke maandagavond. De ene keer brand, andere keer hulpverlening of waterongeval. Vorige week hadden we een instructeur levensreddend handelen. Dan doen we ook één keer in het half jaar reanimeren. Om alles gewoon, alle vaardigheden vaardig te blijven. Dus ja, maar een leuke afwisseling van alles. Om meer brandweervrijwilligers aan te trekken, organiseert de brandweer Schagenbrug op 15 april een open oefenavond. Gaan we korte inzetjes laten zien wat we nou precies doen. En kunnen mensen ook hun schaar vasthouden, hoe een auto openknippen en even ervaren hoe dat is. Wat is nou het mooiste dat de brandweer jou gebracht heeft? Het mooiste? Ja, toch wel een stukje verrijking van je leven. Cursussen, ja. Ja, toch wel. Van manschap op doorgaan naar bevelvoerder en postcommandant. En ja, toch wel. En de dankbaarheid van mensen die je geholpen hebt, waar het verschil kan maken. Dat, Maak je zorgen over de toekomst van de vrijwillige brandweer hier in Schagenbrug? Nee. Winter zijn er ook weer 2 jongens aankomen lopen die geïnteresseerd zijn. Die hebben nu 3 maanden meegelopen. En als het goed is, gaan die een aanstellingskeuring doen. En dan hopen we dat ze al bij ons komen. Maar we willen er eigenlijk nog een aantal mensen bij hebben. We hebben altijd meer mensen nodig. Ja. Ja, dan als je meer mensen hebt, als je met 25 man bent en de meeste mensen werken op het dorp, dan weet je gewoon zeker dat die auto overdag de deur uitgaat. Want als je eenmaal met het brandweervirus besmet bent, als die pieper gaat, kriebelt het en dan wil je mee. Meer informatie staat op de website van de brandweer.